Het is dus echt niet zo dat we geen pandemie meer gaan krijgen. Die komen terug. Nederlanders halen opgelucht adem, want de coronacrisis die lijkt nu wel voorbij. We spreken met viroloog Ab Osterhaus hier in de bossen bij Amerongen. En hij maakt zich zorgen over de toekomst, want zo zegt hij, er komen nieuwe pandemieën aan. Eigenlijk weten wij als virologen al heel lang dat die pandemieën weer terugkomen. En ik herinner me na de Mexicaanse griep was er zo'n houding van, ja, die pandemieën, dit was maar een hele matige pandemie. Er werd wel zelfs door mensen gezegd van, dit was eigenlijk geen pandemie, dit was gewoon een grote wintergriep wereldwijd. Nou ja, kwestie van definitie. En dat eigenlijk ontstond toen een beetje de attitude, ook onder experts, van ja, pandemieën zijn eigenlijk van het verleden. Daar hoeven we ons niet echt op voor te bereiden. Als het zover is, is er tijd genoeg. Mm-hmm. En we hebben duidelijk gezien dat dat dus niet zo was. Osterhaus blikt ook terug op de coronacrisis. De viroloog is kritisch over de Nederlandse aanpak. Hij stelt dat het kabinet voorzichtiger had moeten zijn toen corona met carnaval ons land binnenkwam. Echt mis ging het volgens hem bij de vaccinatie. En de boodschap dat je na een prik met Janssen snel zou kunnen dansen. Ik ga zo weer terug naar mijn vrienden. Ja, het is vrijdagavond, hè, dus ik moet wel ook een beetje genieten. Zeker nu die vaccinatie erin zit. Ik ga even een biertje drinken, denk ik. Even vieren dat ik dat ding in mijn arm heb gespoten. Ja, dat is echt een misvatting. Dat kan helemaal niet. En ja, dat geeft een blijk van dat je niet helemaal snapt hoe een vaccin werkt. En dat is natuurlijk zonde. En men heeft daardoor, is er toch een beetje het idee ontstaan van, nou ja, gevaccineerd meteen kunnen we aan de gang. En dat is een ongelukkig moment geweest natuurlijk. Kijk, ik denk wat dat betreft dat het heel gunstig is dat we nu een minister hebben die echt uit het vak komt, zeg maar. Ja. Ja, die ook snapt hoe een vaccin werkt bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk iets als je... In tegenstelling tot die vorige. Welke voor? De jongen. Ja. Ja, die komt dus niet uit het vak zelf. En dus ik denk niet, ik denk dat het gewoon toch enigszins onbegrip is dat hoe een vaccin werkt. Dat je kunt niet 's ochtends vaccineren en 's avonds beschermd zijn. Dat gaat niet. Ja. Het is bekend waar Osterhaus voor staat. Grootschalige vaccinatie en een harde aanpak om een pandemie eronder te krijgen. Als wij een uitbraak hebben van Monteclausie, dan treden we keihard op en dan brengen we het onder controle. Varkenspest hetzelfde, vogelpest hetzelfde. Ja, dus wij weten dat als je, zeg maar, ik heb dat woord wel eens gebruikt, een labber de kak policy hebt. Ja, als je daar maar zo'n beetje kabbelt en een beetje gaat polderen, dan gaat het niet lukken. Ja, maar het gaat natuurlijk in dit geval alleen niet om varkens, om koeien of om vogels. Nee, goed. En je kunt varkens en koeien en vogels, die kun je euthaniseren. Dat kun je bij de mensen uiteraard niet doen. Maar je kunt wel mensen in een lockdown brengen. En waardoor het virus zich ook niet kan verspreiden. Dus dat is het equivalent ervan. Ja. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Je kunt die dingen niet helemaal vergelijken. Maar waarom ik het zei, is omdat je wel kunt vergelijken. Als je slappe maatregelen neemt, dan zijn de gevolgen heel ernstig. Gelukkig is de coronacrisis voor nu over zijn hoogtepunt heen. Maar, zo waarschuwt Osterhaus, Nederland moet zich samen met andere Europese landen goed voorbereiden op nieuw onheil dat er hoe dan ook gaat komen. Als je naar kijkt hoeveel pandemieën er geweest zijn, we hebben dus sowieso al 4 influenza-pandemieën gehad. We hebben de AIDS-pandemie die ook nog steeds doorgaat. We hebben nu de coronavirus-pandemie. En elke 20 jaar zo'n beetje hebben we een nieuwe pandemie gezien. Als je dus mij vraagt, zullen we weer nieuwe pandemieën krijgen? Ik denk het idee dat niet meer kan gebeuren. Er zijn zoveel condities in onze samenleving. De hoeveelheden mensen, het reisgedrag, contacten met wilde dieren, nou, noem allemaal maar op. Dat gewoon weer gaat gebeuren. Daar moeten we ons op voorbereiden en we moeten lessen leren. Nu moeten we lessen leren van wat is er in het verleden gebeurd. En we moeten gaan werken. We hadden al moeten werken aan het maken van hele brede vaccins, brede antivirale middelen. Maar ook al die andere niet-farmaceutische ingrepen. Ja? Dus bijvoorbeeld mondkapjes, gewoon de simpele dingen. Hoe ga je met de ziekenhuizen om? Hoe zit het met de bedden? Hoe ga je tussen de landen met elkaar om? En als het ooit mogelijk zou zijn om één Europese policy te maken. Ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat, zeg maar, het mandaat voor volksgezondheid ligt bij de individuele ministers van volksgezondheid. En wij zouden dat ook niet graag aan Europa overdragen, omdat daar natuurlijk toch, dat is natuurlijk echt, ligt heel gevoelig politiek. Dus ik denk dat het nog niet zo eenvoudig is, dus dat er heel wat werk aan de winkel is.